spelen, jongens. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Zal ik hem aanzetten met cam of zal ik hem net zoals gisteren aanzetten zonder cam? Jullie mogen bepalen. Nou, laat even een berichtje achter in de streamchats en dan, dan hoor ik het wel. Kijk, moet ik hem zo zetten of moet ik hem zo zetten? Jullie keuze, zeg het eens. Wat willen jullie? Nou, ik hoor helemaal niks, dus ik zet hem gewoon lekker zonder camera aan. Zo, hoppakee. Ik zet hem even zonder camera aan, jongens. Dan gaan we beginnen, jongens. Noorwegen poort maar ergens. Even kijken. Dan gaan we even hier kijken. We zitten in Noorwegen. Oslo. Stockholm. Ja, ik wil eigenlijk nog wel eventjes kijken of dat ik wat verder hier het land in kan. Oslo bijvoorbeeld, Bergen zie ik staan. Stavanger. Nou, dat zijn wel leuke plekjes zijn dat wel. Nou, we gaan in ieder geval naar de arbeidsmarkt. Externe contacten. Wij zijn in... Daar zijn wij ergens. En dan zoek ik een plekje dat we nog verder Noorwegen in kunnen. En dan zal je altijd net zien, die staat er weer niet tussen. Even kijken. Kunnen we niet verder Noorwegen in, jongens? Dat zou wel heel erg leuk wezen. Ja, kijk, bijvoorbeeld hier. Is niet echt een grote rit. Levertje maar een kleine 7000 euro op. Maar goed, dan kunnen we even wat verder Noorwegen in. Want ik vind Noorwegen wel leuk om in te rijden eventjes. We gaan gewoon een stapeltje hout gaan we even van Kristiansand. Daar ben ik nu momenteel naar Oslo brengen. Dat vind ik wel leuk. Laten we die maar even bijpakken. Dan kunnen we toch wel wat verder... Ja, klopt. Ja, in het begin dan moet je eventjes een paar minuten wachten. Als je een paar minuten... Dat is ingesteld. Dat heeft te maken met mensen die vervelend kunnen doen in de livestream. Daarom staat dat ingesteld. Maar goed. Welkom Lisanne. Welkom Robbie. Welkom Ramonski. Zit er alweer een of andere fabrikage lul zit weer tussendoor te toeteren. Nou, dat zal wel niet voor mij wezen. Goed zo. Ik ga eerst eventjes, wat ik als eerst even ga doen. Ik ga eerst eens eventjes, nee, ik ga niet gelijk verbannen. Nee, we gaan even, Lisanne gaan we gelijk even bot maken. Dat wil ik zeker weten. Zo, hallootjes, ja. Nou, als het goed is ben je nou ook mot, Lison. Dus je bent mot geworden. Zo, nou, ik heb een paar peuken extra gemaakt. Oh, mijn licht staat nog gelijk aan. Vorige keer kreeg ik gedonder met mijn licht. Dat ik mijn licht niet aan had staan. Ik moet denk ik hier ergens uit. Ik moet even kijken waar ik eruit kan hoor. Daar kan ik potverdorie weer niet heen. Waar is die uitgang dan ergens, jongens? Waar is die uitgang? Nou. Geen uitgang hier. Nou, dan gaan we weer terug rijden. Zo. Hoppa. Moet wel bij een ander bedrijf zijn, zie ik. Huppakee. Nou, daar gaan we, jongens. 21 kilometer. Zover. Jeetje. Moet ik echt zo ver rijden? Daar staat de hek. Daar staat de hek omhoog. Dus daar kan ik niet heen. Nou, hier heb je de pot. Zo, ja. Ik rem voor de zekerheid maar even. Dat is in ieder geval beter dan dat ik ergens tegenop klap. Want dan heb ik dadelijk weer schade. Even kijken hoor. Waar kan ik er ergens uit? Waar moet ik er ergens uit? Ik kan daar niet uit. Ik denk dat ik daar ergens achteruit moet rijden. Waar kan ik nou ergens eruit? Ja, daar ga ik de
dan ga ik de pont op. Dus dat is ook niet goed. Waar kan ik er nou ergens uit, jongens? Help mij eens even, waar kan ik er ergens uit? Ik wil eruit. Ik wil eruit, jongens. Hier kan ik niet uit, maar dan ga ik de pont op. Dan gaan we gewoon deze kant op. En dan kom ik net vandaan. Oh! Dat bedoelde ik dus. Ik vind deze camera echt waardeloos. Normaal met spelletjes heb je altijd zo dat... Hoe heet dat? Ja, dat het van bovenaf makkelijker rijden is dan in first person. Nou, bij dit spel dus echt totaal niet. Dit spel kan je beter in first person spelen dan dat je hem in de vrije camera zet. Wij gaan deze kant op. Zo, ik moet toch nog 20 kilometer rijden, joh. Goed zo. Nou, wel leuk, zitten we eens een keer in Noorwegen. Dat is weer eens een keer wat anders. Hè. En als ik in Noorwegen ben en ik zie niks van bergen, dan ga ik gewoon automatisch naar bergen rijden. Dan heb ik dat plaatsje ook gelijk even meegenomen. Op de kaart. Daar heb ik dat ook gelijk weer meegepakt, hè? Het is wel handig. Ik ben nu ergens in Noorwegen, in een of ander heel klein plaatsje. En ik ga nu even een vrachtje ophalen en dan gaan we naar Oslo. Ik kan nou even niet stoppen, want dan kan ik het laten zien aan je. Ik zal het zo even laten zien als ik op de plek van bestemming ben. Zal ik het even op de kaart laten zien waar ik ben en waar ik naartoe ga. Ah, het is nou niet meer zo heel eind rijden. Hop, we scheuren gewoon even door. Ik heb gewoon haast. Nou moet ik even wat minder, even wat gas terugnemen. Want deze weg die moet ik hebben. Het heeft wel heel erg raar gelegen, zeg jij. Zo hoog. Maar goed. Voor mij moeten we hier wezen bij Bjork. We moeten bij Bjork wezen. Even wachten tot de palen omhoog is, anders dan rijd ik keihard tegen aan. Hier moet ergens mijn lading wezen. Ik heb echt gehoest. Hé joh! Koekenbakken. Even kijken. Oh, mijn vracht is daar zo. Kom ik hier tussendoor? Met een klein beetje priegelen. Kan ik hier wel door? Koekeloer hoor. Even kijken. Ik sta niet helemaal recht, maar dat maakt niet uit.
Ja hoor, hij zit erin. Zo, nou hij stond nog 335 kilometer wat moet rijden. Ik dacht dat ik hier tegenaan stootte net, maar... Hallo, waar moet ik nou heen? Ik rij voor mij helemaal verkeerd. Ik dacht dat ik goed reed. Hij zegt net dat ik goed reed en nu rijd ik weer verkeerd. Nou ja, maakt niet zoveel uit. Dan gaan we er hier af. Hier moet ik heen. Even de paaltjes even omhoog. Oh, kodoink. Nee, dat ga ik niet redden. Ga ik niet redden, jongens. Ga ik niet redden. Weg. Anders rijd ik tegen die paal aan. Ja, dat dacht ik dus al. Ja, ik moet die kant op. Potverdorie, jongens. Nou, met een beetje berm erbij is het gelukt. Met een klein beetje berm erbij is het gelukt. You left the city. Nou, fantastisch. Ik hoop hier ook nooit meer terug te komen. Wat een verschrikkelijke weg dit, zeg. Oh. Zo. En dan gaan we lekker die kant op. Niks aan, maar dan kan ik denk ik door tuffen. Oh, ik probeer de dingen te lezen. Ik probeer gelijk te lezen, maar chat lezen en tegelijkertijd spelen, dat gaat nog niet echt helemaal. Nou jongens, 324 kilometer nog. Oslo gaan we naartoe, jongens. Oslo. Mijn benzine is wel aardig leeg. Zal ik even gaan tanken? Ja, laten we maar gelijk even gaan tanken. Ik zie dat mijn benzine bijna op is. Oh. Pam. En dan E. Enter. Zo. En dan gaan we eventjes, gelijk eventjes. Gaan we gelijk eventjes. De tank volgooien. Nou, toch 430 liter getankt. 843 eurotjes, jongens. Goh. Ja, diesel is duur, hè? Diesel is duur, hè? Hallo, Nicky. Alles goed, Nick? Ja, blijft een fantastisch spel. Kijk, die trein hier al daar staan. Geweldig. Echt, het is zo'n fantastisch spel dit. ...340 kilometer naar Oslo. Dat zou best eens kunnen.
zo. Lisanne. Lisanne. Ja, ja. Het is maar een klein stukje, maar ja, nou ik toch in Noorwegen ben, ik denk niet echt dat ik hier heel vaak ga komen, wil ik dan toch even in Noorwegen nog een paar plekken bezocht hebben. Ik ga te hard. Ik rijd veel te hard. Nou, kom op. Kijk, deze valt wel mee, Rob. 7 euro maar. Dat valt nog mee. 7 euro ton maar. We hadden in Duitsland en Zweden hadden we er gisteren hadden we grotere bedragen wat ik moet betalen. Dat valt nog reuze mee. 7 euro. Ik, bij de ene moest ik volgens mij zelfs 50, 60 euro betalen. Uitzicht, jongens. Prachtig. Wat een uitzicht, hè? Hoog in de bergen. Zodat er geen tegenliggen komt. Ik probeer de chat te lezen, maar dat gaat bijna niet, joh. Weet je wel wie ik ben? Zeg. Ja, hij heeft het toch gelezen door. Hij weet niet wie het is. Nou, Nick. Dat is echt schandalig. Je bent echt. Als je dat niet zou weten, dat is echt schandalig. Het zou echt schandalig wezen als hij dat niet weet. Dan ben je toch echt een baanwibbel. Dat vind ik eigenlijk één ding raar, hè? Moet je opletten. Hier moet ik de stol betalen. Hier, hè? Heb je gewoon een wegstuk, als ik daar gewoon heen rij, dan hoef ik geen hol te betalen. Ik ga eens kijken wat er gebeurt. Als ik nou eens gewoon die kant op ga. Wat gebeurt er dan? Oeh.
Oh ja, ja, dan moet je het dus ook betalen. Ik wou zeggen, dat kan toch gewoon niet? Nee, je komt er niet onderuit. Je moet dus gewoon tol betalen. Ik dacht al. Want dan pak je gewoon die weg waar geen poortje staat. Kijk eens jongens, kijk eens van de weg, wel op de weg letten, wauw, wat een omgeving jongens, wat een omgeving hier, oh. Hier gaan we weer dwars door een berg heen, zo, dit is echt, jeetje, wat is dit mooi zeg, hey. Wat is dit een verschrikkelijk mooi landschap. Ik ga even wat langzamer rijden, want er komt een tegenligger aan. Kijk, er komt er nog een aan. Hey Ramon! Ja, maar even een Ramon deuntje erbij, hè. Even een Ramon deuntje erbij. We hebben jullie het over peenvogels. Zo, hij weet het echt niet. Hij hebt het niet door. Oslo. We gaan naar Oslo toe. Kijk eens jongens, die bergen. Oh, dit is echt... Wauw. Kijken voor nieuwe boksen, want die boksen is niks meer. Ja, precies, hè. Hey Ramon. Dit. Voor mij is dat dit. Ben je er nog, Ramonski? Hey Ramon. Ramon, even een Ramonnetje tussendoor. Moet kunnen, hè. Even een Ramonnetje. Even een Ramonnetje jongens, even een Ramonnetje. Nou, de rest van de week ga ik even niet live meer. Ik denk dat ik op z'n vroegste vrijdag weer live ga streamen. Dat komt omdat ik door de week werk ik en dan heb ik niet echt zin om te live streamen. Dus ik denk dat ik dan gewoon... ga ik gewoon het weekend gewoon live. Dat is veel makkelijker. Ik heb wat meer tijd. Ben ik ook niet zo moe. Als ik de hele week gewerkt heb, dan heb ik niet echt zin om live te gaan. Als ik dan een dag gewerkt heb, dan ben ik een beetje moe. Dus dan... dan ga ik gewoon door de week gewoon lekker een beetje... live op TikTok wou ik zeggen, op Snap. Dat bel ik altijd, dat vind ik altijd heel gezellig altijd.
kan ik beter door de week gewoon lekker bellen met die jongens. En dan in het weekend gewoon lekker live gaan. Nou, nog 100 kilometer jongens, dan ben ik op de plek van bestemming. Het is hier wel ontzettend mooi jongens. Noorwegen is ook wel wauw. Erg mooi hier ook. Gaan we gewoon weer hier ook door. Kijk, kunnen we gewoon één keer doorrijden. Pappakee, 7 euro. 7 eurotjes. Het is ook rustig hier. Geen drukte van de grote stad. Jullie hebben het in de livestream gisteren gezien. Het was ontzettend druk. Was het in de stad. In de grote steden. En hier is het gewoon echt lekker rustig hier, jongens. Hier kan je gewoon lekker doortuffen. Af en toe kom je even iemand tegen. Maar op zich is het echt rustig. Ramon! Ramon, speciaal voor Ramon even. Even een dikke SO naar Ramon, hè. Even een dikke SO naar Ramonski. Maar we moeten gewoon maar rechtdoor blijven rijden, jongens. Het is gewoon één rechte weg, lijkt het wel. Ja, heerlijk. Lekker aan het auto rijden, of aan het vrachtwagen rijden. Heerlijk. Lekker hoor. Ja, dat is inderdaad, inderdaad klein, hè. Oh, Nick bedoel ik. Nick zei het. Inderdaad, Nick. Gelijk even een moderator gemaakt. Waar moet er die kant op, trouwens? Moeten we nog maar 10 kilometer... Dit vind ik altijd waardeloos, dat het zo krap is. Zo'n krappe bocht omhoog. Wij moeten die kant op. Wat nou opleggen schade 1? Ik raak helemaal niks. Ja hoor, we hebben Oslo ontdekt. Nou moet ik deze hebben toch? Godverdikke me, weer een
weer geraakt. Oh, echt, hoe je helemaal schuit ziek van. Dat is niet niks, aan. Nou, daar gaan we weer, jongens. Hoppakee. We kunnen eens even kijken. We gaan eens even kijken naar arbeidsmarkt, naar externe contacten. Wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer? We hebben dit gedaan. We hebben dit gedaan. Noorwegen. Even kijken hoor. We hebben nog Noorwegen. 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 Calais. Oslo. Oslo. Calais. 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 Kalmar. Nou, daar waren we net geweest volgens mij, toch? Oh, nee, dat is een andere. Eens even kijken, waar zullen we naartoe gaan, jongens? Waar zullen we naartoe gaan? Ik ben eigenlijk... Kijk, hier ben ik ook nog nooit geweest. Estland, Letland, Litouwen. Daar zou ik ook nog wel een keer naartoe willen, maar... Ja! Zeg het eens. Litouwen en Letland. Zullen we eens even kijken of we ergens een ding hebben naar Litouwen of zo. Of naar Letland. Of naar Estland, Letland of Litouwen. Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Maar even kijken. Oslo, Oslo. Nou, dat is helemaal niks. Even kijken wat we nog allemaal meer hebben. Wat is dit? Nee, dat is Noorwegen. Calais, dat is niks. Oslo. Dat is Zweden. Dat vind ik ook niet echt. Ik wil eigenlijk wel weer een klein beetje hier eigenlijk weer uit. Eigenlijk. En even weer een ander land. Een ander land eventjes ontdekken. Zeg maar. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar er staat nergens staat er iets op van alleen maar hier, hoor. Noorwegen. Kristiansand. Ja, dan moeten we weer helemaal terug. Nou, dat vind ik nou niet echt helemaal... Dat vind ik nou niet echt helemaal topjoppie. Topjoppie, zou ik hem al zeggen. Wat is dit, hè? Noorwegen naar WL. Wat is WL dan? Nee. Ga terug. Town Square. Wat is Town Square dan? Ken ik helemaal niet, joh. Dat ken ik helemaal niet. Dat kan ik helemaal niet. Oh, wacht even. Dat is die extra DLC map die erbij gekomen is. Ja, dat is die extra DSC-map. Het zou ook wel leuk wezen. Maar levert dat nog een beetje geld op? Nou, ook niet echt veel. Ook niet erg veel. Zullen we het gewoon doen? We gaan het gewoon doen, joh. Kun jou het schelen? De bijdrage van deze steden voor deze opdrachtrichting. Het gemeenschappelijke doel is voltooid. Waarom zoek je geen andere steden om vracht op te halen of af te leveren? Opdracht starten. Nou, we gaan eens even kijken, jongens. Ga een rondje knoordringen. Zou lekker een rondje knoor gaan. Ja, dat zou ook inderdaad wel kunnen.
Nou, gaan we hierna gaan we weer terug naar Offa. Weet je wat? Hierna gaan we terug naar Offa. Naar Offa. Au. Oh, zo. Godverdorie. Zo, dit is wel echt een klote weg dit hoor. Jeetje. Voortaan eens even wat beter asfalteren en zo, die weg, want dit is gewoon helemaal niks. Gewoon een rotweg. Oh, ik zit niet op te letten. Zie je, dus ik weer de chat te lezen en dan gaat het weer fout, hè? Zo, botje. We gaan even de bocht om. Zo. Bochtje daar, bochtje daar, bochtje daar. Boppaaltje daar. Ja, heb ik niet gedaan, hoor. Dat was mijn overbuurman die dat deed. Kijk maar. Oh, oh. Heel de bord rot gereden. Oh, oh. Schandalig. You have left the city. Ik moet gewoon weer terug naar... Dit ga ik even niet doen. Dit ga ik even niet doen. Dit ga ik even niet doen. Dit ga ik even zo doen. Dat is ook wat meer zicht op wat ik doe. Ik zal binnenkort eens even nieuwe smileys maken, als het goed is. Als het goed is kan je ook zelf smileys maken. Ga ik eens even kijken of dat kan. Dat zou wel leuk wezen. Ik moet gewoon rechtdoor. Hè. Ik moet gewoon rechtdoor blijven rijden. Omdat er niks aan de hand is. Ik moet wel ver rijden om een vracht op te halen. Hè. Jeetje. Hey, wat doe ik nou, hè? Wat de hel deed ik nou? Hè? Ik deed iets. Ik deed iets. Hè? Ik deed iets, maar... Ik krijg hem niet meer terug. Wat deed ik nou? Ik deed mijn bovending deed ik omhoog en omlaag. Hoe deed ik dat dan? Nou, ik krijg het niet meer voor elkaar hoe ik dat deed. Raar. Nou ja, zo slecht weer is het niet. Ik doe net alsof het gewoon heel erg warm is buiten. 35 graden. Oslo. Ja, voor mij kon je... Voor mij was dat... Maar was dat bij Twitch was dat volgens mij. Was dat nou bij YouTube? Nee, ik dacht bij Twitch. Dan kan je eigen smileys, eigen emoticons kan je gebruiken. Nou, ik weet er al een paar die ik ga maken, Lisan. Ik weet er al een paar hoor die ik ga maken.
weet al een paar hele leuke. Waar moet ik nou ergens heen? Ja, kties. Kijk, kties zeggen, maar... Welke is het dan? Oh, ben jij het, jongen, met die mooie dingetjes eraan. Prachtig. Ziet er fantastisch uit. Nee! Hij reageert ook veel te traag. Waarom reageert hij zo traag, dat ding? Ik had al lang op de remknop gedrukt en hij rijdt gewoon, expres rijdt hij gewoon door, dat ettenbak. Gaat u natuurlijk zeggen dat het niet goed is? Nee, gaat het natuurlijk weer zeggen dat het niet goed is. Gaat u natuurlijk weer zeggen van ja, je moet hem rechter ervoor zetten. Anders doet hij het niet. Zet de navigatiepunt naar het gewenste portaal. Wat is dit nou weer voor ontzettende bullshit? Wat is dit nou weer voor bullshit, jongens? Echt. Wat is dit nou weer voor bullshit? Ik moet hem op een gewenst portaal zetten. Hier, yeah. Maar, nou oké, okay. Zet ik hem op een gewenst portaal. Wacht even hoor. Wacht, ik zet hem op een gewenst portaal, wacht even hoor. Wacht hoor. Hoe kan ik hem nou uitzetten? Nee. Hoe kan ik dat ding resetten? Reset navigatie. Dat is fucking bullshit. Dat ik hem op een gewenst portaal zet. Kijk, want dan kan ik ook bijvoorbeeld dit doen. Dan kan ik ook dit doen. En dan ben ik binnen 1 of 2 kilometer ben ik er. Rijden. Dat is toch raar, hè? Dat je dan... Dit is echt zo bullshit. Dan kan je je eigen het heel makkelijk vanaf maken. Dan kan je gewoon zeggen van joh, ik wil gewoon als je zelf de route kan kiezen, ja, dan kies je natuurlijk voor de makkelijkste. Dan zeg je van ja, nou, doe maar 1 kilometer, dan ben ik er. Nou, daar ben ik er.
echt bullshit hoor. Dat is goed, die zonne. Helemaal toppie. Helemaal toppie. Dat is helemaal toppie, meisje. Ja, en dan zegt hij weer, zet navigatiepunt naar gewenst portaal. Ik ga gewoon wat anders kiezen, want dit vind ik gewoon bullshit. Ik vind dit echt gewoon bullshit, jongens. We gaan even naar wereldkaart, gaan we even. We zijn nu in Frederikshaven. En dan ga ik even kijken of dat ik hier wat kan vinden bij Herinsholt. Gaan we even naar een bedrijfje toe. Hier, oh. Even kijken hoor. Dan gaan we gewoon hierheen. Hierheen. Ja. Ik ga even een andere vracht kiezen. Want dit schiet gewoon niet op, jongen. Dit schiet gewoon echt niet op. Dit schiet echt niet op. Dit is gewoon de grootste kolder die ik ooit heb. Ja, en dan ga je 137 kilometer. Ik heb een heel klein stukje gekozen. En dan zegt hij 137 kilometer moet je rijden. Om daar naartoe te gaan. Het is gewoon een kippenstukkie. Wat is dit voor bullshit? Ik hoor helemaal geen centjes. Hoor die centjes? Kleine terrorist. Daar hou ik ook wel van hoor. Heel veel centjes. Maar ja. Ja, dat is niet altijd hè. Jammer genoeg. Hadden we maar een hoop centen. Had ik maar een hoop centen, jongens. Goh. Dan had ik het wel geweten. Nou, daar gaan we een heleboel vrachtwagens. Thank you.
Dan zegt hij dat ik die kant op kan en hij zegt dat ik die kant op kan. Een vraag. Wat hebben we hier dan voor bedrijf dan? Oil. Oké. Okay. Wat zit daar voor bedrijf, joh? Oh, hier zit een benzinepomp. Hier zit een benzinepomp hier, oh. Een benzinepomp. Zo, inderdaad. Ik ben vol. Dag met die domme vracht. Ik ga lekker kijken of ik wat anders kan vinden. Arbeidsmarkt. Externe contacten. Even kijken. Ik wil gewoon terug naar Roffa. Ik wil terug naar Roffa. Waar is Roffa? Ik zie echt nergens Rotterdam staan, hè. Nou, dan ga ik gewoon... Nee, geen Rotterdam, jongens. Geen Rotterdam. Maar dat maakt niet uit. We kunnen wel eens even wat kijken dat we wat verder dicht of dichter bij huis kunnen raken. Door een vrachtje aan te nemen, bijvoorbeeld met gerookte paling. Denemarken. Aalborg. Waar ben ik nou dan? Ik ben daar nou toch? Ja. Deze. Ja, dit slaat gewoon helemaal nergens op. Dit slaat gewoon helemaal nergens op. Externe contacten. Waar is die paling? Waar is die paling? Waar is die paling? Waar is die paling gebleven, jongens? Waar is die verse paling? Hey, azijn hebben we ook nog, hè? We hebben ook nog azijn. Dierenvoeding. Rundvlees. Grasmatten, azijn, vissticks. Ik had er net paling, maar... Rundvlees in blik. Bevroren octopussen. Jee, we kunnen zelfs bevroren octopus kunnen we brengen. Jeetje. Oh, man, 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 man. Waarom kan ik nou die paling niet vinden? Oh, hier, gerookte paling. Kijk, zie je wel. Ik wil gerookte paling hebben. Gerookte paling. Oké, is goed. Nee, moet je niet op dat, wel op dat ding drukken. Druk op de verkeerde knop. Zo. Kijk, zie je? We gaan even lekker potje paling ophalen, jongens.
Jongen, ik ben er vandaag echt niet bij. Het is vandaag niet echt mijn dag. Ik maak me een partij schade. Oh. Zo. Ja, die zet hem daar even neer. Die gaat gewoon even het weiland in. Ik weet niet wat hij nou aan het doen is, maar hij zet hem gewoon het weiland in. Nou ja, wij gaan in ieder geval doorrijden. Aalborg ontdekt, hè? Dat had ik ook nog niet gedaan. Nee, ik moet de volgende hebben. Daar kan ik helemaal niet heen. Hup. Oh, hier hebben we weer een vraagteken, jongens. Dat kan een personeelsding zijn waar je personeel kan inhuren. Het kan een garage wezen. En het kan een dealer wezen. Zie je een werving en selectiebureau ontdekt. Hier kan je dus chauffeurs inhuren. Ja. Ik denk dat we een klein stukje terug moeten. En ik denk dat we die op moeten halen. Oh, moet de andere hebben trouwens. Ook lekker over nagedacht, maar. Lekker over nagedacht. Maar dat maakt niet zo heel erg veel uit. Dan pakken we gewoon deze. En op thee. En we hebben hem. We hebben hem, jongen. We zijn er weer, jongens, we gaan er weer uit.
Blijf op je eigen weg, helf, joh. Wat een knakker. Naar Hamburg. Hamburg in Duitsland. En dan ga ik in Hamburg gaan kijken of ik weer een rietje heb naar, terug naar Rotterdam. En Aalburg laten we achter ons, jongens. We zijn de Aalburg zijn we weer uit. Zo krap, hè, jongens. En dan staat het nog op 90 km per uur. Hoe wil je in hemelsnaam dat ik hier 90 km per uur rijd op dit smalle straatje? Echt ongelooflijk. Dat gaat toch niet? Je hebt trouwens een instellingen dat je dat echt kan doen, hè? Dat dat echt 1 kilometer is. En dat je, als het op de navigatie 5 uur is, dat je echt 5 uur moet rijden om daar te komen. Maar ja, dat vind ik een beetje te ver gaan. Dat vind ik echt een beetje te ver gaan. Ja.
Oh, de handrem per ongeluk ingeschakeld. Sorry, druk op de verkeerde knop. Druk op de verkeerde knop. Ruim hem op te nemen. Nee, dat is niet niks. Dat is niet niks. Zo, even een Ramonnetje. Even een Ramonnetje. Ramonna. Dat is sowieso niet niks. Eigenlijk als ik terug ben in Rotterdam, wil ik eens gaan kijken hoe ik kan rijden met mijn gewone autootje. Want ik heb natuurlijk een gewone personenauto gekocht. Daar wil ik ook wel eens mee rijden. Dus kijken hoe dat rijdt en hoe snel ik daarmee kan rijden. Dus even flink op zijn staart trappen. Die vrachtwagen die kan maar 90 km per uur. Als het goed is met een gewone personenwagen. Moet dat wel beter kunnen. Dus dat wil ik eigenlijk gaan doen als ik terug ben in Rotterdam. Ik vind het een heerlijke wagen, deze Scania, hoor. Ik vind het echt een lekker vrachtwagentje om mee te rijden. Voor mij is dat Hamburg er al op. Weer terug naar Nederland rijden. Kijk, de Hamburg staat op 196 kilometer. Dus ja. Ik ga heel even stoppen hier. Dus. Kan ik daar parkeren? Hier kan ik parkeren. Nou ging die er net af. Waarom gaat hij dan hier niet meer af? Dat vind ik zo raar. Even kijken, wacht. Even langzaam op ons gemak even naar achteren rijden. Daarnet gaf hij aan van hey. Even kijken. Hè.
Ja, zie je wel. Hey. Nou, weet je wat? We gaan even een tukje doen, jongens. Even slaapje doen. Lekker, hoor. Zo, hè. Ik heb even een lekker tukje gedaan. Dat hadden jullie trouwens ook nog niet gezien. Dat hadden jullie trouwens ook nog niet gezien, hè. Ah, kleine terroristie. Ik ga dadelijk gelijk even... Ik ga ze dadelijk gelijk eventjes... Even kijken hoor. Als het goed is, kan ik dat gelijk doen. Even kijken, kleine terrorist. Gebruikersactie. Geef info weer. Hé, hoe kan het dan? Geef info weer. Juist hier. Kijk, ik heb terroristen hier ook gelijk even gevolgd, hè. Nou, we gaan even verder rijden, jongens. Ik moest even een slokje cola nemen. Dat heb ik inmiddels gedaan. Neem nog even een extra slok. En dan gaan we weer verder, jongens. Het is nou niet meer zo heel erg ver rijden. Nog maar 204 kilometer. En dan zijn we alweer in Duitsland, in Hamburg. En het lijkt me eigenlijk wel leuk om even in Hamburg even iets totaal anders te doen wat eigenlijk niet bij Euro Truck Simulator past. En gewoon eens even de personenwagens even te pakken. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Oh, hier ga ik al Duitsland alweer in. Ja jongens, en we zijn in Duitsland. We zijn in Duitsland. Ja, met een gewone wagen is rondtoeren. Kijk hoe dat... Net zag je ook zo'n personenwagen voorbij rijden. Dat kan ik nou ook, want gisteren heb ik die auto gekocht. Dus dat vind ik wel leuk om dat even te doen. Ingehaald. Er zit een vrachtwagen achter me. Komt ie. Meer kat in water. Meer kat in water. Ja, je kan maar zo'n naampje nemen, hè. Ah, ik weet als Rob dit spel hebt dat hij, dan weet ik zijn naam al, Rob Coast Hunter 010, hè, gaat hij dan eten in het spel, denk ik. Toch Rob? Dan hebben we dadelijk ook Rob Coast Hunter 010 in het spel, jongens. Dat zou leuk wezen. Dat zou wel echt leuk wezen.
Oh, neem je daarvoor een andere naam? Ja, dat kan ook natuurlijk. Dat kan ook. Je kan ook een andere naam nemen. Dat kan ook natuurlijk. Dat kan allemaal. Lekker hè, je moet kijken, de kilometers schieten voorbij jongens. De kilometers schieten voorbij. Daar garage erbij weer is. Dat is ook al een lange tijd geleden dat ik dat gedaan heb. En hoe meer garages je hebt, ja, hoe meer vrachtwagens je kan kopen. Die vrachtwagen gaat natuurlijk in die garage. Dus voordat je een vrachtwagen koopt, moet je ook een garage hebben. Jongens, we zijn er bijna. We zijn bijna in Hamburg. De Hamburg. Nee, hij doet het niet terug. Hij heeft er geen zin in vandaag, jongens. Hij heeft er geen zin in. Hij doet het niet terug. Snel de bocht door, jongens.
Zo, hoppakee. Nou, Hamburg, here we come. Ik ga verkeerd. Even een stukje terugrijden hoor. Ik moet even die bocht wat groter nemen. Juist, yes, zo moet ik hem hebben. Zo moet ik hem hebben. Waarom gaan die dingen dan niet open dan? Nou, die gaan niet open. Dat schiet lekker op zo, jongens. Waarom gaat dat ding dan niet open? Nou, dan gaan we het toch anders doen. Maakt mij het uit. Oh ja, ik zie het al. Hey, kan ik naar mijn vriend om de gooi zien? Ja, dat kan ik niet verstaan, jongen. Ik kan heel wat, maar dat kan ik niet. Boom. Controle. Controle bezig. Controle vertooid. U kunt doorgaan. Moet ik dan ergens wezen? Ik moet meer rechtdoor hebben. Er is voor het toelaten, maar je past ook voor het kiezen. Hoe kijk je daar? Ja. Ja. É a mesma coisa, sai do mesmo canto. Ja, dat zei ik ook al tegen Rob, maar ja, hij wou niet luisteren naar me, dus ja. Dat heb ik al zo vaak tegen Rob gezegd, maar ja, hij luistert gewoon niet. En door. Oh, ik kan weer wat kiezen. Kijk, zie je, dit is al allemaal al
allemaal al gedaan. Ik doe die en die doe ik. Oh, ik kan er maar eentje toepassen. Gaan we volgende keer weer een andere doen. Even kijken of ik hem even wat kan draaien. Zo. Laten we mijn ding laat ik even achter. En dan gaan we nu eens even koekeloeren, jongens. Als jullie het niet erg vinden. Ik wil nou even koekeloeren. Gewoon even koekeloeren. Niet zeuren, gewoon even lekker koekeloeren. Even lekker koekeloeren. Kijk, die wil ik eigenlijk even hebben. Deze, die wil ik gewoon even rijden. Ja. Maar hoe krijg ik die gereed naar mij toe? Even kijken, besturen. Ja, verplaats de vrachtwagen. Ja, die wil ik nou eens de broek hebben. Ja. Ja, hij zei een of ander iets buitenlands, zei hij. Ik zei ja, ik zeg dat heb ik al 10.000 keer tegen Rob gezegd. Maar ja, hij luistert gewoon niet, hè. Eigenwijs, jongen, die gozer. Hallo, hij. Hier. Ja, dat heb ik ook al tegen Rob. Ja, dat heb ik ook al tegen Rob gezegd. Maar hij luistert gewoon niet. Hij blijft gewoon een eigenwijs vent. Hij luistert gewoon niet. Kijk, jongens. Nou heb ik een gewoon autootje. Nou heb ik een gewoon autootje, heb ik nou. Hé, hey, wat kom jij nou doen, koekenbak, hè? Oh, ik ben gewoon in Rotterdam alweer. Nou, dat heb ik snel gedaan dan. Ik rij gewoon in Rotterdam, rij ik. Ja, ik heb daar natuurlijk geen ding, hè. Dus het is... Oh ja, ik rijd gelijk schade, joh. Ik heb dat ding, godverdomme, maar net. En ik rijd er nou alweer schade mee. Zo, hij rijdt wel een stuk harder. Even kijken. Waar gaan we naartoe, jongens? Waar gaan we met deze auto naartoe? We gaan eens even de wereldkaart even bekijken. En dan gaan we gewoon even lekker stukje rijden. Even lekker stukje rijden. Ja, moet gewoon kunnen. Even lekker stukje rijden. Nee, ja, ik versta het ook niet, joh. Ik versta het ook niet, joh, Rob. Allemaal van die eigenwijze gasten allemaal, hè. Ik versta er helemaal niks van. Even wachten, hoor. Zo, wat zegt hij nou? Hou je bek, zegt hij. Hou lekker zelf je bek, joh. Koekenbakker. Hey, ik ben nog helemaal niet in Dortmund geweest. Oh, ik ben ook nog nooit in Düsseldorf geweest. Oh. Toch? Even kijken, wacht even. Hier. Düsseldorf, daar ben ik ook nog nooit geweest. Oh, ik wil naar Düsseldorf. Ik wil gewoon eens even lekker naar Düsseldorf. Laten we gewoon eens even lekker naar Düsseldorf rijden, dat ding. Ik heb mij het verrotten. Nou, even. 12 uur en... Zo, dat ding dat rijdt fucking hard, man. Dat ding rijdt fucking hard, man. Kijk eens lekker hard, man.
Zo, 110. Kijk, dat gaat wel een stuk sneller als... Het gaat wel een stuk sneller, hè? Dadelijk zo vreselijk hard op. Dat bedoel ik, ik scheur er gewoon mee of dat het niks is. Muiden. Zo. Ah, dit rijdt wel lekker hoor, jongens. Dit rijdt wel lekker hoor. Naar België, in Duitsland. We gaan naar Dortmund. Kutzooi. Kutzooi. Zie je, dit is gewoon niks voor mij. Dit is gewoon veel te hard voor mij. Oh jongens, ik scheur hiermee jongens. Ik kan me haast niet voorstellen dat het 11 uur is, man. Ik cross gewoon overal doorheen. Hoppa. Hoppa. Hengelo. 123 kilometer. Hoppa, tuin. Dat het niks is. Zo. Echt, jongen. Wat een scheurreizen, jongen, dit. Wat een scheurreizen, dit. Sorry. Gewoon lekker met mijn personenwagentje gewoon lekker scheuren, jongens. Jezus, dit rijdt wel, dit rijdt wel een stuk beter als een vrachtwagen, jongens. Het gaat veel sneller. Oh, oh. Wat een blaas scoutcars.
parkeerplaats. Even kijken, ik heb ook nog nooit gereden. Wat een saaie parkeerplaats, joh. Wat een saaie parkeerplaats, man. Wat een saaie parkeerplaats. Zo, dat was even rijden. Hey. Zo, het gaat echt snel. Inderdaad. Nou, zo zit je snel in Duitsland hoor, met dit wagentje. Met dit karretje ben je zo in Duitsland. Kijk eens, hoppa, scheuren met dat ding. Nou, hier heb je Brussel. Een Duisburg. Ik denk dat we die afslag moeten pakken. Ja, die afslag moeten we pakken. Kijk, zo ga je naar Brussel en zo ga je naar Duisburg. En wij gaan naar... Och jezus, zijn er weer een paar van die pinkeltjes die kunnen weer niet rijden. Ja. Allemaal doorrijden. Wat een stelletje piemels, joh. Zo, moet je eens kijken wat op. Kijk wat opstopping, joh. Jezus. Kijk eens wat opstopping. Hier, komt ook weer een van de pikkeltje aan die wil voorpiepen. Kees, je wordt ingehaald. Ga je dan zelf ook inhalen? Ik dacht het niet. Hier is het ook weer een hele rij. Hey Ramon! Ramonje! Ramonnetje! Nou, dit is de grens. Nou, lekkere grens dit. God, iedereen zit... Hoppakee. En doorduwen. Kijk, zie je ook twee van die personenwagentjes. En we zijn in Duitsland, jongens. We zijn in door Germany. Hier nog een personenwagen. Kut, klootzak. Zo, ja, die knalde ook tegen, man. Zo, ik zit wel schade te maken, hoor. Hey. Ja, ik rijd nou gewoon echt expres gewoon hard. Maar gewoon snel. Ergens bewezen. Kijk, die ook, die rijdt ook een beetje snel. Jeetje, kijk eens, hé. Hey. Mm.
kan niet helemaal daarop rijden. Wat een zootje, jongens. Wat een zootje. Oh, wat een zootje, ja. Nou heb ik een probleem. Ik denk dat ik vast zit. Ik zit vast, jongens, help! Iedereen botst maar gewoon tegen elkaar aan. Ja, ik kan niet weg, pik omhoog. Maar ik snap niet waarom die V het niet doet. Normaal zeg je van F7. Ga meteen naar de werkplaats, NT. Kost me wel €852, ja. Verdiend. Ja, dit is wel leuk hoor, hey. Nou, waar ben ik ergens, jongens? Waar ben ik ergens beland? Dat ik dan Gabriel down ben. Ja, je moeder ook op huisvlot. Ik was de Blanca. Zo, waar ben ik ergens? Waar ben ik ergens, jongens? Maar nou, we stonden nog steeds. Ze hebben me weggesleept, maar ik heb nog steeds schade. Wat een echt een enorme pannenkoek. Are you guys stupid or something? Ja. Ben ik helemaal met je eens. Maar ja, Ramon die luisterde niet. Nee, Ramon die luistert nooit naar me. Dat is altijd met die gozer. Altijd maar eigenwijs zijn en die luisteren naar me. Ik zei het toch, hij luistert nooit. Oh, hier. Ik moet wel hier terugwezen. Even kijken. Ja, maar nou, hoe kom ik nou weer terug? Even kijken hoor. Maar waar zit dan ergens die schade repair dingen? Want dat zit hier ergens, zit dat? Oh wacht, dus ik zag wat. Enter. Service. Alles. Paf. Kost wel weer een hoop geld, maar goed. Kost me wel weer een hoop geld, maar dan heb je wel wat. Als het goed is, kan je die kenteken kan je trouwens ook laten vervangen. Even kijken. Okay. Halogeen. Nee, dat is niet mooi. LEDs. Oranje LEDs. Oké. Okay. Maar ik snap niet, want... Met die andere vrachtwagen kon ik ook het kentekenplaat veranderen. Maar hoe dat nou werkte, dat weet ik niet precies. Ja, er zit wel 170 pk zit er trouwens onder, jongens. 6 versnellingen is die. Ho. Ja, daarom ging die toch zo ontzettend hard, hè? Daarom ging die zo ontzettend hard. Oh, pilot. Nee. Dat wil ik niet. Nee, dat wil ik niet. Spuitwerk. Metaal, grey. Wat hij allemaal zegt. Aangepaste kleur. Oké.
Maar waarom kan ik nou niet de kenteken van deze auto veranderen? Want ik kon... Van deze auto kon ik ook het kenteken veranderen. Volledige restauratie aanvragen. Nee joh, koekenbakker. Het kost me allemaal weer geld en zo. Het schiet allemaal niet op. Nou, in ieder geval, mijn auto is in ieder geval gerepareerd. Ik wil die kenteken wil ik veranderen, maar dat doet hij niet. Die enorme trekgeit. Even kijken. Gaan we eens even kijken terug naar... vrachtwagen upgrades, gebruikte trucks. Oh, kijk nou joh, je kan ook nog tweedehands trucks kan je kopen. Zie je? Deze kan je ook nog kopen. Dus je kan ook zeg maar tweedehands autootjes kan je... Oh, een bus! Een bus! Een bus! Oh, die wil ik! Ik wil een bus! Ik wil een bus! Rob! Of Nick! Oh, ik wil een bus. Ik wil een bus. Ik wil hem de bus. Ik wil hem. Die is bezet. Oh, hier kan die Rotterdam. Nee, dat kan. Hè? Hoe kan dat nou? Ik heb toch een ruimte? En kies dan je ruimte. Nou. Oh, dat kan niet. Kut, kut, kut. Kijk hoor, is naar Broek. Die is bezet. Rotterdam. Wacht even, wacht even, wacht even. Ik ga heel even wat doen. Oh, die wil ik hebben, jongens. Oh, ik ga die bus kopen. Echt. Ja, precies. Gaaf, man. Oh, die wil ik hebben. Die wil ik hebben, maar ik moet wel even plekken ervoor hebben. Dus we gaan even naar garagebeheer. Dan gaan we naar Budapest. Upgraden? Nee. Kan ik Rotterdam nog upgraden? Rotterdam kan ik upgraden. Door deze twee garages te upgraden... worden de twee extra ruimtes toegevoegd voor je vrachtwagens en chauffeurs. Ja, kom uit voor rotte. Ik wil hem gewoon. Ik heb weer plek, jongens. In Rotterdam heb ik een bus. En ik heb weer extra plek. Als het goed is ben ik nou weer terug naar Rotterdam verhuisd. Kijk. Kijk eens, jongens. Oh. Ik heb toch geld zat, joh. Wauw, gaaf, 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 gaaf. En dan gaan we naar de gebruikte trucks. En dan wil ik... Nee, de gebruikte trucks wil ik heen. Die wil ik hebben. Die wil ik hebben. Die. Naar Rotterdam. Jongens. Ik heb een bus gekocht. Ik heb een bus gekocht. Joepie. Ik heb een bus. Ik heb een bus. Dan gaan we eens even kijken. Of... we die bus eventjes kunnen gebruiken. Dan gaan we naar chauffeursmanagement als het goed is. Vrachtwagenbeheer gaan we dan. En dan wil ik de Bolero Blue Bus wil ik hebben. En dan wil ik upgraden. Kan ik hem nog een ander kleurtje geven? Dat ben ik benieuwd naar. Drie deuren. Wat heb ik nu? Oh, ik heb getint glas, heb ik. Ja, dat vind ik perfect. Dat vind ik perfect. Die. Chassis.
Die is ook goed. Die is ook goed. Getint glas. Getint glas met GPS. Juist. En dan een citybus. Wow! Dit vind ik veel vetter. Dit vind ik echt vet. Oh, dit vind ik echt vet. En dan kan ik hem ook nog een ander kleurtje geven misschien. Aangepaste kleur. Ja, maar... Sunshine Yellow. Ja, dat is ook wel vet hoor. Hey. En die vind ik eigenlijk nog mooier eigenlijk. Dit vind ik eigenlijk nog mooier hoor. Hey. Ik vind hem niet echt ontzettend mooi jongens. Ik vind hem echt vet. Binnen in de bus. Bestemming. Oh, die kan je ook nog... oh nee, nee, die kan ik niet veranderen. Hé, hey, jammer, die wou ik veranderen. Die wil ik veranderen. Maar dat doet hij niet. Ah, dat vind ik jammer. Standaard. Bluebus. Zie je? Nou, ik weet niet wat dit allemaal is. Bustek. Die... accessoires. Die. Ja, er verandert helemaal niks op. Er zit nou even bullshit, joh. Wat is dit dan? Een zonneklep, die heb ik al. Goeiedag! Oké. Wat hebben we hier nog allemaal voor gekkigheid? Nou, ja, hier hebben we niet echt veel gekkigheid meer. Ik heb weer geld uitgegeven, maar dat maakt niet uit. De 1 BGL 1. Maar ik wil een keer die kenteken wil ik eigenlijk veranderen, man. Maar hoe dat nou precies gaat, dat weet ik niet. Je kan niet zeggen van, joh, ik wil... ja, ik wil wel eens met die Bolero bus gaan rijden. Ja, echt gaaf, man. Super. Ja, het is dat Nick er nou niet meer is. Ik heb gewoon een eigen bus gekocht. Joepie. Oh, er staat weer een of andere Pino. Die staat weer... Ja, dat dacht ik al. Ik moet mijn licht aanzetten, jongens. Juist. Als ik mijn licht... Nick dit ziet, jongen, echt waar. Ja, mooie toeter zit erop, hè, Ramon? Ramon, wat vind je van de toeter? Wauw, dit is echt vet hoor, jongens. Nou, we gaan een ritje maken van Rotterdam naar Amsterdam. Nou, 020 gaan we met die bus. Nou. Waar gaan we eigenlijk?
Nou, we gaan toch al 77 km per uur. Zo, hij zegt gewoon dat ik er 12 uur over doe. Wat is dit voor bullshit? Nou, er staat volgens mij de TomTom nog niet echt helemaal goed. Maar goed. Echt een gave bus, sorry. Ja, hij is goedgekeurd door Ramon, hè? Nou, Ramon, dan komt hij nog een keer. Hey Ramon! Daar komt hij hoor, Ramon, hè? Even de Ramon toeter, hè? Nee, dan moet je wel hetzelfde toeter als ik, hè, Pino. Wow, ik rij gewoon met een bus, jongens. Vet hoor, hij. IJmuiden. En we zijn in 020. Un Fransman, Amsterdam. C'est quoi les autres pages? T'as trois pages en tout. On peut voir la deuxième? Dit. On a Genève en commun. On a Genève. Ik weet niet wat hij aan het rijden is, maar die rijdt wel echt heel erg. Ja, dat dacht ik al. Godverdomme, vuile stinky. On va chercher la remorque. Vuile stinky. Tu cliques dessus. Et en cliquant dessus, j'ai appris le problème. Ken ik ook hoor, ik ken ook toeteren. Tu l'as pas prise là, si? Et tu fais définir comme destination tout en bas.
dat niet waar? Ja, tuurlijk joh, klootzak! En gewoon nog doorrijden ook, hè? Je ziet toch dat ik even aan het kutten ben? Ik vind het zo raar, want je kan gewoon kiezen welk dingetje je kan doen. Maar je kan toch niet rijden met dat ding? Je kan toch niet... Kijk, gaaf joh. Echt super gaaf die bus. J'ai été kick. Gaaf joh, super gaaf. C'est pas mon camion. Nee, ik ben met de bus op pad. Ik ben in Amsterdam ben ik. En ik ga over 5 minuten vertrekken naar Rotterdam. We gaan zo weer eens even naar Rotterdam toe. Naar Rotterdam. Kijk, ik kan zelfs nog een radio aanzetten. Plaats je liedjes in. Oh, kijk nou eens joh. Dan kan je nog een. Hoe je eigen muziek en radiostreams kunt toevoegen. Updaten van het internet. Kijk, dan kan je ook nog allemaal dingen kiezen en zo, hè. Even kijken hoor. Radio Londen kan je zelfs kiezen. Dus even kijken. Kijk nog piraten dinges. Kun je niet Sky Radio of zo nemen, jongen? Sky Radio, daar staat Sky Radio op naam. En 90 FM. KFST. Oh putain, j'ai tout bloqué. Là, t'as bien niqué ta ronde. Skyrock, wel. C'est marrant, il y a marqué 91 à côté de ta capote. Zie je, dan kan je nog gewoon kan je dingen doen ook. Grappig, hè? Ja, zeker leuk. Nou, jongens, we gaan weer naar Rotterdam toe. Dan gaan we eventjes zoeken. Dan gaan we de wereldkaart even openen. En dan gaan we even kijken, want wij moeten naar Rotterdam toe. Dan doen we eventjes resetten navigatie. En dan moeten wij even kijken, waar staat onze... Wat is onze... Is dat onze vrachtwagen ding? Zo mee. Volgens mij wel. Volgens mij moet dat onze vrachtwagen wezen. Zo, kun je even 5 mijl houden? Hoppakee. Zo, nou, dan gaan we rijden. Is dat er nou weer te toeteren?
Oh ja, jongens. Oh, wat gaaf dit, jongens. Oh, wat gaaf. We rijden er even door naar Rotterdam en dan gaan we weer. Ga ik er weer afsluiten, jongens. Ik ga ik mijn bedje opzoeken, want morgen moet ik weer vroeg op. Dus dan ga ik weer lekker in de bed. Dan hebben we weer een leuke livestream gehad. Ja, dat is een keertje weer wat anders. We hebben nou wel met een gewone personenwagen gereden. Nou, ik heb uiteindelijk ook nog de bus kunnen kopen. De bus. Ja, dat was wel. Ja, een bus wil ik ook wel hebben. Een bus vind ik ook wel leuk om te hebben, jongens. Dank je wel, de party. Nee, ik kom niet naar je party. Ja, dat is maar dan. Ja, dat is je party, hoor. Hij loopt de zwalken, die vent. Nou, dan gaan we maar even snel omheen. Gaan we weer terug naar Rotterdam. Rotterdam, gaan we terug. Rotterdam. Rotterdamtje. IJmuiden. Brussel. Rotterdam. Ik heb alweer lang genoeg in die stinkstad zijn we geweest. We gaan weer snel naar ons eigen 51 kilometer. Ja. Oh, daar gaat een vliegtuig. We moeten niet zelf natuurlijk ook gaan zwalken natuurlijk. Hè? Nou, we zijn er al bijna, jongens. Ik zie de Euromast al. De Euromast zie ik, jongens. De Euromast. Kijk eens hoe mooi, jongens. De Euromast. Daar ook eentje weer midden op de weg daar zo. Nee, dat is niet waar mijn garage is, jongens. Dat is niet mijn garage als het goed is. Even kijken. Maar waarom doet hij dat dan niet dan?
Ah, oh, de truc. De winkel is gesloten. Dat is nou jammer. Dus ik weer daar tegenop. Oh jongens. Nou, in ieder geval jongens, bedankt jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen jongens, ja, het is wel weer belletjes geweest voor vandaag. Zo, ik zet hem gewoon even hier neer zo. Dat is natuurlijk in de achteren nog. Zo. Hoppakee, nou, ik vind hem wel weer welletjes voor vandaag, jongens. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze livestream leuk? Doe even het blauwe duimpje de lucht in. Oh, een keer treintje door mijn bus heen. Dat is ook wel wat. In ieder geval, beloon deze video even met een dikke duim omhoog. Voor de YouTubers, voor de Twitch-livestreamers. Ja, aankomend weekend dan ga ik denk ik wel weer live. Zaterdag of zondag. Moet ik even kijken. Bedankt allemaal voor het kijken. En tot de volgende. Bye bye. Hoi hoi.